Wat doen waterschappen om een nieuw watertekort deze zomer te voorkomen? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Dijkgraven in heel Nederland luiden de noodklok. Het is nog steeds veel te droog in ons land. Straks een gesprek over die droogte, de waterschappen en de waterschapsverkiezingen met Johannes van der Poel. Maar eerst, komende woensdag begint de lijdenstijd weer. Tijdens deze periode bereidt men zich van oudsher voor op het lijden en sterven van Christus. Oorspronkelijk door te vasten. Kerk in Actie van de PKN wil die aloude traditie dit jaar weer een nieuw leven inblazen. Aan de telefoon Rob van Ooyen van Kerk in Actie. Goedenavond, meneer van Ooyen. Goedenavond. Wat willen jullie concreet gaan doen in die periode? Nou ja, van oudsher zeg je al, is deze tijd een tijd van vasten. Vooruitkijken naar Pasen. Ja. Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen in de 40 dagen tijd met ons meevasten. Stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus, toeleven naar Pasen en daarmee ook nog een nieuw begin bieden aan andere mensen. Ja, als je het hebt over vasten, denken veel mensen aan niet eten. Is die radicaliteit ook in jullie actie voorzien? Je kunt inderdaad op verschillende vormen vasten. Wat wij hebben gekozen in de actie is om het toegankelijk en een beetje het eigentijds te maken. Ja. Dus we bieden per week een nieuwe uitdaging. En die begint de aanstaande woensdag met een halve week niet snoepen. Daarna vragen we mensen om dingen juist wel te doen. Zoals elke dag een kaartje sturen naar iemand die dat nodig heeft. Mm-hmm. Daarna een week geen auto rijden. Zo volgen we eigenlijk wekelijks een andere opdracht tot aan Pasen. Ja, ook een maatschappelijk vasten is het dus eigenlijk. Zeker, ja. Nee, het is allereerst een manier om je te concentreren op God. Ja. Daar is het vasten natuurlijk voor bedoeld. Maar daarnaast willen we eigenlijk ook invoeren dat we omzien naar mensen om ons heen. Ja. Dus dat is de gedachte. Ja, dan zei ik al, vasten is een aloude traditie. Waarom is het eigenlijk goed om anno 2019 nog te vasten? Nou, ik denk dat het juist in 2019 goed is om te vasten, omdat we zo in een razende trein vaak zitten en zo druk zijn met van alles. Dat het heel goed is om stil te staan, om je te bezinnen en om ook om te zien naar de mensen om je heen. En niet alleen hier in Nederland, dus door een kaartje te sturen naar ex-gevangenen of zo, ja. Onderdeel van onze campagne. Maar ook om te zien naar de naaste ver weg. Dus in deze actie halen we ook geld op. Voor weeskinderen in Rwanda. De hele vaste actie is onderdeel van de 40 dagen tijdcampagne van Kerk in Actie. Ja. Waarbij we een aantal goede doelen in binnen- en buitenland steunen. Heel mooi. Stel voor dat er mensen mee willen doen die nu op dit moment kijken. Hoe kan dat? Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als er nog meer mensen mee gaan doen. Er hebben zich al 20.000 mensen aangemeld voor het vasten. Heel mooi. En we hopen dat er nog veel mensen bij komen. Dat we met zo'n groot mogelijke groep die in die 40 dagen tijd bewust toeleven naar Pasen. Ja. Men kan zich aanmelden via kerkinactie.nl/vasten. Dan krijgt men een vastenkaart toegestuurd. Eventueel ook nog een 40 dagen tijd kalender met meer inspiratie. Dus kerkinactie.nl/vasten. Uitstekend. Dank voor de toelichting, Rob van Ooyen van Kerk in Actie. Dijkgraven uit heel Nederland luiden de noodklok. Het is nog steeds te droog in Nederland. De droogte is een van de vele onderwerpen die een belangrijke rol gaan spelen bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart aanstaande. In de studio Johannes van der Poel, kandidaat van de SGP voor het waterschap Vallei en Veluwe. En tevens de jongste kandidaat van Nederland. Goedenavond, meneer van der Poel. Goedenavond. Ja, die jongste. Hoe bent u dat geworden? Ja, dat gaat vanzelf op een gegeven moment. Stap voor stap groei je erin. Ja. En ik ben de opleiding watermanagement gaan volgen. Maar daarvoor was ik actief in het jeugdwaterschap, de jongeren denktank van de waterschappen. En op een gegeven moment had de SGP-fractie in het waterschap dat ook door. En toen hebben ze me gevraagd of ik op de lijst wilde. En ja. Zo is dat eigenlijk gegaan. Zo is het gekomen. Ja. Nou luiden de dijkgraven de noodklok. Nederland is veel te droog. Ja, dat klopt. Dat hebben ze aangegeven. Afgelopen zomer kunnen we natuurlijk nog goed herinneren. Alleen het lijkt er nu op dat aankomende zomer weer die richting opgaat. Mm-hmm. En dat betekent dus dat we nu al daarop moeten anticiperen. En daar zijn de waterschappen al mee bezig. Ja. En daarnaast is dit natuurlijk ook een oproep richting de waterschapsverkiezingen. Ik wil zeggen, het is ook wel een mooi thema naar de verkiezingen toe, hè? Absoluut. Want het waterschap, daar gaat bijna niemand voor naar de stembus, toch?
De opkomst is altijd wat aan de lage kant geweest, maar ik verwacht nu natuurlijk dat dat wel wat gaat stijgen. Waarom? Omdat er nu een aantal hele actuele thema's zijn die mensen ook echt hebben kunnen ervaren in de afgelopen maanden. Ja. En dat is bijvoorbeeld de droogte, maar dat is ook bijvoorbeeld de groei die we hebben. In ons gebied neemt het aantal inwoners toe, mm-hmm. het gebied waar ik verkiesbaar voor sta, dat is waterschap Vallei en Veluwe. En dat betekent dat we dus ook moeten zorgen dat waterzuivering meer rioolwater kan verwerken. Ja. Even in een nutshell, hoe ziet zo'n waterschap eruit? Nou, het waterschap zorgt voor schoon en voldoende water en sterke dijken. Ja. En het heeft ook een bestuur, vergelijkbaar met een gemeenteraad. Een algemene dagelijks bestuur. Algemeen bestuur is dan de gemeenteraad, zeg maar. En het dagelijks bestuur, dat is het college van burgemeester en wethouders. Wij noemen geen de burgemeester geen burgemeester, maar dijkgraaf. Ja. En de wethouders, die noemen we heemraden. Nou zitten er in zo'n bestuur van zo'n waterschap, heb ik begrepen, ook mensen die we niet kunnen kiezen. Ja. Boeren, natuurorganisaties. Je zou zeggen, dat is ondemocratisch. Dat klopt dat die erin zitten inderdaad. Dat zijn vaste zetels. Die mensen worden niet gekozen. Die weten nu al dat ze dadelijk geïnstalleerd gaan worden. Mm-hmm. Ik denk dat het juist heel goed is. SGP is ook de enige partij die dat in het verkiezingsprogramma heeft staan. Dat de geborgde zetels ook moeten blijven. En zo noem je die? Geborgde zetels? Zetels, zo noemen we die. Waarom? Omdat dat toch enigszins de kwaliteit van het bestuurswerk waarborgt. Mm-hmm. En dat is wel belangrijk. Juist omdat het waterschapswerk ook best wel technisch van aard is. Ach, kwaliteit van het bestuurswerk, dat klinkt heel... Haags. Kijk, wat je ziet is dat natuurlijk heel veel belangen die spelen in het waterschapsbestuur gaan over bijvoorbeeld de boerenbelangen, maar ook wel belangen van de natuurorganisaties. En daarom denk ik dat het ook wel goed is dat zij ook een vaste stem krijgen. Mm-hmm. Je ziet nu bijvoorbeeld bij de politieke partijen dat ze ook kandidaten naar voren schuiven die wat minder feeling hebben met wat zich afspeelt in het waterschapsbestuur. Ja. Op zichzelf is dat natuurlijk geen punt, want het gaat erom dat je achterban vertegenwoordigt. Ja. Maar het is wel belangrijk dat de besluiten die genomen worden ook evenwichtig genomen worden. Ja, u staat kandidaat voor de SGP. Nou zou je zeggen water en zorgen voor een goede dijken, dat maakt niet uit of het een SGP'er of een VVD'er is. Of iemand van de Partij van de Arbeid. Ja. Of een PVV'er. Ja. Dus waarom zijn er partijen dan? Nou, dan hoor ik heel vaak natuurlijk van je hebt toch geen SGP gemalen of VVD-oppervlaktewater. Dus waar heb je nou eigenlijk over? Ja. Nou, waar het om gaat is, en dat is ook de hele reden waarom we naar de stembus mogen, dat is belang, betaling en zeggenschap. We hebben er belang bij dat het waterschapswerk goed wordt uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan overstroomt het. Mm-hmm. Of dan kan ons afvalwater niet worden gezuiverd. Daar betalen we ook voor, daar betalen we waterschapsbelasting voor. Ja. En omdat we daarvoor betalen, vinden we dat kiezers, dat de inwoners daar ook iets van mogen vinden. En dat kunnen ze doen door te gaan stemmen. Ik hoor ook heel vaak van mensen van waarom is dat dan zo? Waarom is dat een apart overheidsorgaan? Dat hebben we toch ook niet voor defensie of voor zorginstellingen. Maar dat is eigenlijk om te waarborgen dat dus waterbeheer altijd goed georganiseerd is. Maar wij gaan 20 maart naar de stembus voor de waterschap, maar ook voor de provincie. Die kan dat toch ook doen? Dan zou je één van twee toch op kunnen heffen? Nou, het mooie is met als je het waterschap behoudt zoals het nu is, dat je dat ook vast hebt staan en dat je ervoor zorgt dat waterbeheer altijd goed georganiseerd is. Ja. En dat het niet hoeft te concurreren met bijvoorbeeld onderwijs of defensie in een periode dat het juist wat slechter gaat. En we hadden het net over die droogte. Zie je er ook verschillen tussen partijen, hoe die aan te pakken, die droogte? Nou, wat je nu ziet is dat we het allemaal wel over eens zijn dat we moeten aanpakken. Ja. Waterschapsbestuurders zijn over het algemeen best wel constructief. Heel veel plannen die langskomen worden ook unaniem gedragen. Nou, dit is een onderwerp waarvan we vinden dat we er allemaal iets aan moeten doen. Ja. Maar hoe we dat precies gaan doen, daarover verschillen de partijen nog wel. Ja, nou valt het in Gelderland wel mee, begreep ik, maar Zuid-Holland, dat daalt ziender ogen. Ja, daar hebben we inderdaad echt enorm te maken ook met bodemdaling. Ja. Ja. En dat is een hele lastige, want enerzijds hebben dus de woningen baat bij een hoge grondwaterstand, maar anderzijds hebben de boeren natuurlijk weer baat bij een wat lagere grondwaterstand. En dan moet je dus echt belangen gaan afwegen. En dat is precies wat er gebeurt in het waterschapsbestuur. Ja, dus het kan ook wel eens tegenstrijdig zijn in een waterschapsbestuur. Dat kan het zeker, maar het mooie is dat we er altijd wel weer uitkomen. Nou, ik wil zeggen, degene met het meeste geld, die winnen dan? Of? Nou, nee, de partijen met het meeste mandaat van de kiezer. Mm-hmm. Dat betekent dus ook dat de kiezer daar dus richting aan kan geven wat er gebeurt. Ja, nou had ik het net over die verkiezingen, 20 maart. U voert campagne, maar waterschap overlapt niet met een provincie. Dat kan verschillende provincies zijn. Ja, dat is wel een hele aardige. Lijkt me ingewikkeld. Inderdaad. Dat is zeker best wel ingewikkeld. Omdat de grenzen van het waterschap zijn afgestemd op het stroomgebied. Dus op de rivieren en de andere waterpartijen. En die kunnen dus
Neem bijvoorbeeld het waterschap Vlaaie Veluwe, ligt in 3 provincies. Om het makkelijk te houden. Ja, precies. Nou ja, en dat is dus voor ons een hele uitdaging om dus ook daartussen, zeg maar, ons verhaal ook te vertellen. En enigszins trekken we natuurlijk gezamenlijk op met de provincie in de campagnetijd. Maar tegelijkertijd hebben we wel degelijk ons eigen verhaal, hoe wij denken dat goed waterbeheer vormgegeven moet worden. Ja, u timmert in die zin goed aan de weg, want wij kwamen een filmpje van u tegen met een heel bekende Nederlander. Daar gaan we even naar kijken. Ik sta hier naast onze minister-president. 20 maart mogen we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Waterschappen zorgen voor schoon en voldoende water en sterke dijken. Heel belangrijk. Ga vooral stemmen. En ik denk dat de minister-president dat natuurlijk helemaal kan beamen. Ik ben het er zeer mee eens. We hebben het vorig jaar zomer gezien met de droge zomer. Hoe belangrijk het is dat de boeren kunnen blijven sproeien. En dat wij met z'n allen voldoende drinkwater hebben en kunnen blijven douchen. En dat zijn de waterschappen. En ze doen het ook nog op een milieuvriendelijke manier. Ze doen het al heel erg lang. Het is een beetje de oudste instelling die we in Nederland hebben. Ja, goud waard. Absoluut. Dus ga stemmen. Nou, hij is niet van mijn partij. Maar weet je, wel een goede kerel. Het kan maar, wel een keertje. Maar de VVD is eigenlijk nog iets beter. Was Kees van der Staaij niet beschikbaar? Nou, het leuke is, en dat mag Kees van der Staaij denk ik corrigeren. Ja. De premier heeft het hier over dat het waterschap ook zorgt voor drinkwater. Maar dat is absoluut geen taak voor het waterschap. Hebben we gewoon drinkwaterbedrijven. Oké, dus hij is niet goed op de hoogte van. Nou, ik denk dat Kees van der Staaij even moet bijpraten. Ja. Dus wat dat betreft kunnen we nog een extra vlog maken. Denk maar ik. U kwam hem tegen ergens of is dit bewust zo opgenomen? Nou, ik kwam hem tegen in Ede. Mm-hmm. Maar ik denk dat het goed is om nog eens een vervolgafspraak te gaan maken. En ook te vertellen waarom we goed waterbeheer willen hebben. Ook juist richting de toekomst met die opgave rondom bijvoorbeeld de weersextremen. Ja, nou bent u 18 jaar, heb ik begrepen. Ja. Waarom stelt u zich verkiesbaar voor een waterschap? Het is een club van oude mannen allemaal. Ja, nou, inderdaad, de gemiddelde leeftijd is eigenlijk veel te hoog. Dus het moet ook veel beter een afspiegeling zijn van de samenleving. Ja. Dat is 1. 2 is ook dat ik denk dat ik daar echt het verschil kan maken. Het waterschap is ontzettend goed, de technologie. Logische innovaties. Mm-hmm. Daar doen ze echt heel veel goed werk mee. Maar tegelijkertijd zie je dat ze echt moeite hebben om dat op een goede manier te communiceren met inwoners. Ja. En daarin kunnen nog stappen worden gezet. En daarom zal ik ook later deze week een 5-puntenplan gaan presenteren. Ja. Ja, waar ik ook een aantal concrete maatregelen op som. Om dus juist ook inwoners te laten zien, ja, waarom nemen we bepaalde maatregelen. Bijvoorbeeld in een periode van droogte. Ja, maar technische kennis, heb je die dan ook nodig om een waterschap te begrijpen? Nee, dat niet. Want alles kun je natuurlijk begrijpelijk maken. Mm. Alleen wat je wel ziet is dat, en dat is wel mooi. Het verleden was het waterschap dus echt best wel een gesloten cultuurtje. Ja. En nu is dat steeds opener geworden en ook wel steeds transparanter. En dat is een goede zaak, denk ik. De SGP heeft 3 zetels in uw waterschap. U staat nummer 4. Dat wordt lastig. Nou, we gaan voor de winst natuurlijk. Dus ik ben heel optimistisch. Voorkeur, misschien iemand anders eruit duwen. Ja. Nou ja, kijk, wat je wel ziet is, en dat vind ik wel heel mooi, heel veel positieve opmerkingen van mensen die zeggen van, nou, wij vinden het een hele goede zaak dat jongeren zich hier mee bemoeit. En dat willen we steunen. Dus ik hoop dat de kiezer dat inderdaad ook op 20 maart kan waarderen. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het goed is als de kiezer zelf ook een afweging maakt in wie ze stemmen. U lijkt wel een politicus. We werken er naartoe, maar waterschapspolitiek vind ik toch wel buitengewoon interessant. Ja. Omdat het juist zo functioneel is. Je bent alleen bezig met waterbeheer. En daarin is al genoeg te doen. Maar een toekomst in de provincie, in Den Haag, is. Nou ja, de SGP is altijd wel een partij geweest natuurlijk met heel veel aandacht voor water. Ja. Wij hebben in het verleden leiders gehad in de Tweede Kamer die natuurlijk echt een waterachtergrond hadden. Ja. Dus ik sluit niks uit, maar voorlopig focussen we ons helemaal op het waterschap. En dat is wat ik zeg, er kan nog genoeg gebeuren, dus daar gaan we ons hard voor maken. Oké, 20 maart. Tot slot, wat gaat het waterschap Vlaaie Veluwe merken als Johannes van der Poel erin komt? We gaan ervoor zorgen dat duurzaam waterbeheer ruimte krijgt, dat inwoners dat ook begrijpen en dat we de komende jaren nog veel meer werk gaan maken van de circulaire economie. En zien we u ook weer terug in die 4 jaar of zit u opgeborgen in een pand ergens? Absoluut ziet iedereen weer terug. Dat is geen enkele moeite natuurlijk en dat is ook hard nodig, want we moeten uiteraard gewoon weer verantwoording afleggen aan de kiezer. Uitstekend. Dank voor dit gesprek, Johannes van der Poel. En succes in de campagne nog. Hartelijk dank. Tot de dienst. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Morgen, dinsdag, bij Leven en Welzijn, zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.